Iets kapot, vuil of niet in orde in de wijk. Terugkerende overlast van fout parkeren, geluid, stank of gedrag van anderen. Vanaf nu kunnen Nijmegenaren in de verbeterde Meld en Herstel-app bij de gemeente melden wat er mis is in hun omgeving. De vernieuwde app maakt melden eenvoudiger en sneller. Wethouder Renske Helmer is enthousiast over de nieuwe app. Ja, die heet nu de Meld en Herstel-app. Dat past meer bij hoe er momenteel gemeld wordt. Mensen gebruiken meer de mail en natuurlijk de mobiele telefoon. Neemt niet weg dat mensen kunnen blijven bellen. Maar we richten ons nu meer toch op de andere elektronische wegen. Nou, de Meld en Herstel-app is eigenlijk zijn ogen en oren voor de stad. Wij als gemeente zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de openbare ruimte en dat die er goed en verzorgd uitziet. Maar wij kunnen niet alles zien. En daarom helpen alle inwoners met die app ons door te melden. Alle kapotte stoeptegels, misschien kapotte prullenbakken, maar ook als ze een hindernis zien in de openbare ruimte, waardoor deze niet meer toegankelijk is. Je downloadt hem op je telefoon. Daarop moet je één keer je gegevens wel invoeren, zodat wij ook kunnen laten weten wat er met de melding is gedaan. En dan kun je een foto maken ter plekke. Daarmee worden ook de coördinatiepunten gelijk doorgegeven. En kan de gemeente direct naar de plaats. Via de mail krijg je een melding dat het gedaan is. En daarna komt er ook nog een bevestiging van dat het gerepareerd is.